Bon dia, nieuwe dag en dus weer een nieuwe vlog vanuit de auto alweer, Dushi. Ja. Ja, vandaag goed nieuws, maar dat gaan we nog niet vertellen. Dat gaan we nog niet vertellen, nee. We hebben zoveel goed nieuws vandaag gekregen, maar dat gaan we nog niet vertellen. Dat krijgen jullie later in de vlogs. Maar in ieder geval, wij zijn onderweg. Wij gaan nu even naar de winkel. Vervolgens gaan we shoppen. Shoppen in Rotterdam? Window shoppen. Window shoppen? Nee, we gaan shoppen. Nee, je hebt gezegd we gaan shoppen. Nee, ik ga shoppen. Oh, oké. Okay. Jij gaat shoppen, oké. Okay. Wij gaan shoppen in Rotterdam. Vervolgens gaan we wat lekkers eten die we een tijdje al niet hebben gegeten. Daar hebben we heel veel zin in. En vanavond, wat gaan we vanavond doen, Dushi? Dat we nooit doen. Naar de bios. Nee, dat is heel laat in de avond. Maar in ieder geval, vanavond première Bad Boys 3. Bad Boys for Life. We hebben deel 1 en deel 2 van de week lopen kijken. Om gewoon fresh er naartoe te gaan. Ik heb er super veel zin. In Rotterdam, 4DX dus, Pathé de Kuip. Ik heb er zin in. We zijn ook tijdje niet naar Pathé de Kuip geweest. 8 december laatst. 8 december laatst. Dus is al anderhalf maand. Ja. Anderhalf maand geleden, wauw. Ja, ik heb sowieso volgens mij 3 weken niet gevlogd of zo. Ben nog steeds niet helemaal hersteld, mensen. Dag 5, gestopt met roken. Pff, gaat niet makkelijk, mensen. Gaat niet makkelijk. Ik loop met mijn pakje sigaretten bij me voor het geval. Je weet toch, voor het geval ik weer trek krijg. Trek hem omhoog, chip. Je weet zelf. In ieder geval, wij gaan nu rijden. Ik moet mijn bril even opdoen. Brilletje op. Jawel. Nerd dingen, man. Hebben jullie trouwens haar bril gezien? Kijk haar bril dan. Check it. Waar is je andere bril? Thuis. Die vond je niet leuk, hè? Jawel, maar het doet pijn hier. Nee, je bent echt raar. Je deed die op. Je zei, ik vind het niet leuk. Toen we deden die andere, ja, deze is het wel. Dag later, wat vind je van mijn bril? Ik denk, what the hell is wrong with you? Ik heb het beter gekeken nog. Je hebt beter gekeken? Ja. Ik heb het beter gekeken nog. Ik ben echt anti, ja. Ja, je bent anti. Nee. Ja, je bent de anti toch? Ik besta niet meer. Wat, je bent echt een Curaçaoënaar? Mm-hmm. Gaan we dat zo zeggen? Dat gaan we zo zeggen. Dat klinkt voor geen meter, man. Die. Maar in ieder geval, brilgang toch? Brillegang toch? We hebben zijn. Bebe. Zo toch? Brillegang. In ieder geval. Oh, zo? Nee, dat is iets anders. Ja, wat dan? Wat? Wat doe jij? Daar kijken hier mensen naar, kinderen weer naar. Jij vroeg toch wat het is? Ja, maar ik wist toch niet wat. Ik denk, jij hebt echt een sign. Een brillen sign. Nee. Wat de hel ben je? Dit misschien. Ja, dit, ja. Ja, en maar dit alleen? Ja. Is iets anders. Ja, maar jij ging weer wat erin zetten. Omdat het iets anders is. Mensen, we gaan rijden. Jawel, mensen. Het is zover, je weet het. Hele lange tijd niet meer in de vlog gezien. Maar het gebeurt dus dagelijks. En check die rare kenteken voor ons hier, Dushi. Wat is dit? Zwitserland of Zweden? Wat is dit? Ik denk Zwitserland. Zwitserland? Ja. Dat is die vlag toch? Ja. Ja, dat is Zwitserland. Ja. Maar even checken die. Zo, echt een lelijke auto. Zou je blij zijn met zo'n auto? Ja, als ik het gratis krijg. Stel dat ik die auto koop voor jou. Waarom zou je dat kopen? Ja, maar je zou gratis krijgen. Gratis, niet een cadeau. Cadeau is ook gratis. Ja, maar ik bedoel, ik heb een prijs gewonnen of zo. Of staatsloterij, weet het? Nee, postcode loterij krijg je een auto. Uh-huh. Ja, prima. Oké. Okay. Maar dus jij moet beter weten dat ik zo'n auto niet wil. Want als ik zo'n auto cadeau krijg van jou, ja, dan mag je het weer terugverkopen. Oh, oké. Okay. En als je het wint? Oh, dat zeg ik, ja, een en prijs. Als je wat gebeurt, wat doe je dan? Dan verkoop ik het zelf. Hey, no, ik dacht het gaat veranderen aan de uitkomst, maar de uitkomst blijft hetzelfde dus. Ja. Oké. Okay. Nou, duidelijk. We zijn onderweg, people. Jawel, mensen. Mooi stadje Rotterdam. Sowieso. We zijn weer in de drukte beland. Het is 10 over half 6, dus in de drukke spits.
gaan we de stad gewoon in, want wij kunnen dit gewoon. We can do this. We rijden nu over de Erasmusbrug, mensen. Links en rechts, mooi uitzicht zoals jullie kunnen zien. Je hebt gezicht kunnen ze zien. Links en rechts, eigenlijk. Het is een beetje mistig. Je ziet het, hè? Kan je het zien op de camera ook? Niet echt. Het is wel een beetje mistig. Rotterdam, douche. Dan gaan we alleen, man. Shoppen. Je idee. Window shopping. Oh. Waar zijn we, douche? Walk Express. Ik zie meer die. Jawel. Bebe. Lekker, hè? Lekker. Ja, mensen, we zijn net even wezen shoppen in Rotterdam. Je hebt niks gekocht, douche? Nee. Hè? Nee. Ik wel. Ik zal straks laten zien wat ik gekocht heb. En nu gaan we richting Pathé de Kuip. Bad Boys for Life. Weet je waar we zijn hier? We zijn vlakbij Kees Sarnil. Oké. Okay. Shout out naar Kees. Kees, kom binnenkort bij mij even een bakje doen. We zijn vlakbij hier zo. Heel veel mensen, het spreek jullie zo in Pathé. Zijn aangekomen bij Pathé, altijd hier een chaos, hè, douche. Chaos voor parkeren, is niet te geloven. We moeten even wachten, want de film begint pas over een uur of zo. Dus we zijn echt heel vroeg. We zijn net naar Zeeland waren we, toch? Ja. Ik heb deze dingen gekocht. Waar is die van jou? Het heet Ugo. Zoiets. Ugo, toch? Ugo. Mm-hmm. Wat voor smaak heb jij? Melon en cream. Melon en cream. En ik heb strawberry en cream soda, volgens mij. Okay. Zullen we ze proeven? Mm-hmm. Everywhere I go, Ugo. Ze hebben zelf een slogan. Everywhere I go, Ugo. Ga je die van jou niet proeven dan? We gingen net een stafmix halen, maar die hadden ze niet op voorraad. Dus mijn vriendin. Dus mijn vriendin is nu even aan het kijken als het online kan kopen. Die hebben we wel nodig. Proost dan. Proost, douche. Proost, proost. Ruik. Wat is dat voor geur? Heet hem. Het is niet slecht of zo, maar. Ik denk dat je moet wennen. Ja. Lekker, hè? En die proeven van jou. Smaakt niet naar meloen? Ik dacht. Blech. We hebben een soort van mini vreemde dingen eten vandaag in de auto. Ja, in ieder geval, mensen. Wij gaan even dingetjes online hier kopen en dan zien jullie me zo in de Pathé. Zing het, zing het. Nee. Zing het, zing het. Nee. Ja, ik doe ook mee, kom. Nee. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? I put you in there, put you in there. Put your over my head. Bruh. Yeah. Ik weet het ook niet. Hij zei het al in de eerste video, de tekst op zitten. Ja, nooit meer geleerd. Nee, nooit meer. In ieder geval. Jawel, en we zijn weer thuis. Eindelijk weer in Brabant. Hoe was Bad Boys for Life, douche? Het was leuk. Was leuk? That's it. Leuk. Was heel leuk. Heel leuk. Dan gaan we weer, hoor. Mensen kijken naar ons omdat we ook goede reviews geven over filmen, baby. Dat moet je snappen. Je kan niet komen met ja, leuk, was heel leuk. Nee, tell me. Heel grappig. Nee, maar mensen, wees niet getreurd. Voor mij krijgen jullie de details zonder de spoilers. Zonder. Bad Boys for Life, wat je gewend bent in een nieuwe jasje. 2020, vol op actie, vol op spektakel. Vol op spektakel. Vol op spektakel en verhaallijn on point. Dus echt een verhaallijn.
Hiervoor was het gewoon twee boys die kop zijn en die gaan een beetje, je weet toch, bla bla bla, er is een slechterik, dit dat. Maar ja, dit was echt dieper. Dit was echt een diepe verhaling. Dat had ik dus niet verwacht. In ieder geval, ik zou zeggen, als je Bad Boys nog nooit hebt gezien, ga 1 en 2 checken. Vind je dat leuk? Geef deel 3 zeker een kans. En heb je Bad Boys al gezien? Vroeger of een tijd geleden, het maakt niet uit. En je vond het, maar dit, ga naar 3. Geloof me, je gaat geen spijt van krijgen. Kapot gelachen, super goede actie. Heel veel bekende mensen erin. Ik ga niet zeggen wie er allemaal in spelen. Maar, heel veel. Ja, redelijk. Oké, dit zien jullie niet. A few moments later. Ik ben die al vergeten. In ieder geval, dat stuk heb ik even uitgeknipt. Anders gaan jullie een spoiler krijgen. Dus die heb ik even eruit geknipt. Maar, wat ik zeg, heel veel bekende mensen douchen. Eindscore. Wat geef je Bad Boys for Life? Ben je al geschrokken? Ja. Serieus? Serieus. Bad Boys for Life. Wat krijgt hij voor jou qua punt? 8.8. 8.8? Is dit de hoogste ooit? Ja. Wauw, ik ben geschrokken hiervan. Bad Boys for Life, heb ik ooit een 9 gegeven? Ja toch? Jawel. Ik heb ooit een 9 gegeven. Ik weet alleen niet meer. Terminator heb ik volgens mij een 9 gegeven. Volgens mij ook. Oké. Okay. Oeh, dit is lastig. Dit is lastig. Kijk, heel veel mensen hebben Terminator afgekraakt, maar voor mij was het nog steeds een van de beste films van afgelopen jaar. Maar, Bad Boys for Life. Eén van de beste films tot nu toe. Van 2020. En we hebben al 8 films gekeken in 2020. In ieder geval, ik geef Bad Boys for Life. Oftewel, Bad Boys nummer 3. Een 9. Jawel. Jawel mensen. Dat was onze kleine review zonder spoilers. Jawel, we zijn naar JD geweest zoals jullie kunnen zien. En ik heb gezegd dat we zijn wezen shoppen. En dat ik nog wat dingetjes zou laten zien. Ja, niks spectaculairs hoor. Ik heb de Cure gehaald. Van Crap. Als je van je schoenen houdt, moet je dit gebruiken. Ook al heb je een hele vieze schoen ergens in de hoek staan. Met dit, met Cure, ga je het redden. Dat is geen reclame of wat dan ook. Dit is gewoon facts. En ik hou van mijn schoenen, dus ik gebruik altijd mijn Crap. En dan doe ik even die Crap spray eroverheen. Toppie, toppie. En ik heb deze bij JD gehad. Als jullie dat goed kunnen zien. Maar... een trainersjak. In ieder geval, dat dus. We zijn even wezen shoppen. En het was wel fijn om weer even te vloggen, jongens. Ik heb heel lang niet gevlogd, maar dat weten jullie. Degenen die langer kijken weten dat ik een paar weken niet gevlogd heb. Dus het was wel fijn om gewoon een redelijk dag vlog weer te maken. Nou jongens, genoeg geluk vandaag. Hoop dat jullie genoten hebben. Vergeet niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer kan hier beneden. En ik check jullie gewoon weer in een nieuwe vlog. Later.